Wil jij ook nooit meer werken? Decennia lang neemt automatisering ons veel werk uit handen. Van de eerste tot en met de vierde industriële revolutie past ons werkgedrag zich aan. Waar we vroeger met paard en wagen de straten onveilig maakten, stap je nu in een volledig zelfrijdende auto. Het vervangen van mensen door machines noemen we robotica. Doet over een paar jaar een robot jouw werk? En heb jij dan altijd vakantie? Nu we met één been in het robottijdperk staan, is de mensheid verdeeld door twijfel en fascinatie. Gaan we straks de strijd aan om ons werk uit mechanische handen te houden? Of zien we oneindige mogelijkheden met robotica? Dit vereist wel een nieuwe manier van denken. Collaboratieve robots, ook wel cobots, kunnen ons zware, gevaarlijke en repetitieve werk overnemen. Zo hebben wij meer tijd voor het creatievere werk. Komende jaren zal de robotisering toenemen. Waar Europa zich net begint open te stellen, is China met ruim 340.000 robots de leider in robotica. Hier worden robots gezien als gelijken. Ze gaan bijvoorbeeld eenzaamheid onder ouderen tegen en maken spelenderwijs kinderen slimmer. De innovatie gaat snel. Onderzoek voorspelt dat in 2022 42% van het werk door machines wordt gedaan. Robots leren data die wij invoeren te analyseren. Ze ontdekken verbanden veel sneller dan wij. Ze werken precies en zijn onvermoeibaar. Een van de nieuwste innovaties zijn bijvoorbeeld de nanobots. Microscopisch kleine robots die via de bloedbaan kankercellen opsporen en vernietigen. Al deze processen moeten door mensen worden aangestuurd en gecontroleerd. Er zal dus zeker werk voor mensen blijven. Maar de manier van werken gaat sterk veranderen. De vraag is of iedereen in de wereld zal profiteren. Of enkel de elite die deze robots bezit. Wat denk jij? Deel het via hashtag nooit meer werken door robotica. Heb je iets geleerd? Subscribe op ons YouTube-kanaal of kijk op coolermedia.nl/anystory. Any story.